En Staatsoliemaatschappij Suriname heeft wederom een significante oliefonds gedaan in het Krabdagu-gebied. Dit nieuws komt goed aan, nadat er vorige week bij een boring geen olie is gevonden. Staatsolie zegt dat deze fonds samen met die in het Sapakara-reservoir de Final Investment Decision, het besluit om definitief middelen te reserveren voor de investeringsfase van het project, dichterbij brengt. Ook zou er zelfs een mogelijkheid zijn voor een grotere productie dan eerder gepland. President Santokki zegt dat deze regering de ambitie heeft om naast olie hogere prioriteit te geven aan de productie van gas. Dit onder andere vanwege de steeds toenemende vraag naar dit natuurproduct als gevolg van de oorlog in Oost-Europa. Verder is gas een belangrijke grondstof voor het maken van kunstmest, welke van eminent belang is voor het waarborgen van de wereldwijde voedsel.